Bart. Dankjewel. Ik hoorde dat je helemaal vanuit Zurich hier naartoe gevlogen bent. Wat kom je hier doen? Ja, dat klopt. Ik kom zelf uit Amsterdam. En ik vond het wel heel gaaf om natuurlijk erbij te mogen zijn hier op de dag van de cryptobeleggen. Ja. Waar ik eigenlijk vandaag voor kom, is toch eens een beetje te kijken van... Hoe gaat het nou met zo'n hype, weet je wel, in de markt? Ik ben vaker naar dit soort circussen toe geweest. En dan, als we normaal zeg maar, ook wel op de wat grotere evenementen... Maxim Mannetje, het ligt natuurlijk aan hoe groot het evenement is, zeg maar ik denk dat er altijd zo'n 20% van relatief gezien zoals er vandaag is. En de achteraanlopende fanfare bij het circus, die zie ik steeds groter worden. Mm-hmm. En daar ben ik eigenlijk aan de ene kant ben daar wel heel enthousiast over, dat we steeds meer bekendheid krijgen omtrent crypto. Met de fanfare bedoel je de rest van de mensen? Juist, de volgers. En aan de andere kant maak ik me natuurlijk ook wel een beetje zorgen. Waarom is dat? Je kent wel de gezegde, als de taxichauffeur of de bakker tegen je zegt, koop bitcoins, dat het dan op de top zit. Snap je wat ik bedoel? Jazeker. En ik ben toch eens een beetje aan het aanvoelen vandaag, of we daar niet al misschien een beetje zijn. Oké, nou we hebben in 2017 een enorme stijging gezien van bitcoin, dat had niemand ooit voor mogelijk gehouden. En nu, begin 2018, loopt het allemaal weer een beetje af. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Heb je het idee dat de hype over is? Nu je hier zo rondloopt? Ik had voor mezelf had ik altijd wel een aantal eikpunten of mijlpalen. Dat ik denk van oké, nou dan kan je eruit stappen of dan koop je wat bij. Maar eigenlijk zijn die een beetje aan het verwateren. Omdat ik inderdaad gewoon nog steeds het gevoel heb dat we er nog lang niet zijn. De bekendheid wordt steeds groter. Steeds meer mensen die zijn bekend geraakt met crypto's. En in ieder geval met Bitcoin of met Ethereum. Maar hoeveel mensen hebben er nou eigenlijk daadwerkelijk ook crypto's. En ik denk als je daarna gaat kijken, dat je dan echt wel kan zeggen van ja, we zijn er nog lang niet. En wanneer zouden we er dan wel zijn? Hoeveel procent van Nederland zou dat volgens jou moeten zijn? Ja, er was dus, er kwam dus een onderzoek naar buiten dat nu ongeveer 1% van de gemiddelde spaartegoeden ongeveer in crypto staan. Ja. En dat kan je ook weer van twee kanten bekijken. Dan kan je aan de ene kant denken, jeetje joh, 1% dat is eigenlijk al best wel veel, hè? Aan de andere kant kan je ook denken van, hé, maar misschien zijn die spaartegoeden, is dat helemaal eigenlijk niet zoveel. En is gewoon met zo'n stijging in die crypto's, is dat gewoon een stuk meer gegroeid. Dus als je dat in twee potjes gaat houden, dus zeg maar het spaartegoed in crypto en normale spaartegoeden in het fiat, dan zou er misschien echt nog veel, veel groter percentage kunnen ontstaan. Ja, want uit een ander onderzoek was ook gebleken dat veel mensen maar rond de €500 bijvoorbeeld hadden geïnvesteerd in crypto. Ja. Dus dat is nog lang niet grote bedragen zeg maar, die er ingestoken zijn. Ja. Dus als je zo bekijkt zou de markt nog veel hoger kunnen natuurlijk. Absoluut, absoluut. En ik kom zelf uit de financiële wereld en ik spreek daar geregeld ook nog eens wat mensen. En die ook... vermogensbeheer doen, banken en dat soort dingen. En ik weet dat die mensen gewoon echt staan te trappelen om in te stappen. Ja. Alleen, er is gewoon nog steeds veel onzekerheid. En ik denk op het moment dat we uiteindelijk echt die regulaties gaan krijgen, dat ik een warm hart toedraag, alsjeblieft laat me komen. Maar ik denk dat we dan echt die nieuwe mega-invloed van kapitaal zullen gaan zien. En je bent natuurlijk handelaar van origine. Hoe kijk jij dan naar de eventuele koersschommelingen die dat met zich meebrengt? Als er grote kapitalen aan de markt toe worden gevoegd, dan zal dat natuurlijk ook wat teweeg brengen. Hoe kijk je daarna? Ik heb voor mezelf altijd het idee gehad dat de eerste paar jaren het echte geld te verdienen valt. Dit door de volatiliteit in de markten. Mede omdat een x-amount van geld wat erin komt, dat echt nog een grote percentageverschil in de koers kan verzorgen. Maar inderdaad, als er zometeen meer geld in het systeem zit, dan zullen die percentages qua koersverandering ook steeds minder worden. Ja. Die grote koersschommeling komt natuurlijk ook vaak gewoon door eigenlijk gebrek aan volume. Dus als er meer volume in de markt komt, dan ga je minder beweging krijgen. Exact. En waar ik zelf op dit moment veel naar aan het kijken ben, is van oké,
We hebben de cryptocurrency, hè, daar hebben we dus een megastijging in gezien. Misschien zit daar dan zo'n bitcoin, die kan misschien nog keer 4 of keer 10, maar misschien niet heel veel meer. Maar er zijn daarnaast dus ook crypto assets en crypto commodities. Er is natuurlijk veel meer dan alleen de cryptocurrencies. En die hebben eigenlijk een beetje de prijzen nu op dit moment, vind ik, van de eerste dagen early stage cryptocurrencies. Je noemt crypto assets en crypto commodities, wat moet ik me daarbij voorstellen? Je kan je daarbij voorstellen dat je bijvoorbeeld een aandeel op een crypto gaat zetten. Dus oké, je hebt je blockchain of je decentralized ledger technology. Of het nou blockchain of iets anders is, dat maakt niet uit. Je kan een bepaalde waarde vertegenwoordigen met zo'n crypto. En die kunnen nog steeds in waarde stijgen. Maar daar zit relatief nog minder geld in dan de cryptomarkt, de cryptocurrency markt op het moment. Dus het is zo dat jij nu verwacht dat de cryptomarkt al een beetje uitgeput is, maar dat er met de komst van crypto nog zoveel nieuwe mogelijkheden zijn. Zeker, absoluut. Waar ook veel geld in te verdienen. Absoluut, ja. Heel erg bedankt voor dit gesprek. Dankjewel. Dankjewel. Dus.